Het geneesmiddel van de week is metformine. Waarom metformine? Metformine is eerste keuze medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2. Omdat diabetes veel voorkomt, is het voor iedere dokter belangrijk iets van de werking en bijwerkingen te weten. Ik wil in deze geneesmiddel van de week editie ook even aandacht geven aan het belang van leefstijl. Het is belangrijk om te bedenken dat dit de eerste stap is in de behandeling van diabetes. Meer bewegen en afvallen. Als alleen hiermee onvoldoende effect wordt bereikt, wordt er gestart met orale medicatie. Eerste keusmiddel is dus metformine. In 2015 waren er circa 630.000 gebruikers van metformine. Metformine was lange tijd het enige middel waarvan ook was aangetoond dat het naast het verbeteren van diabetesregulatie ook het risico op macrovasculair lijden, zoals een hartaanval, vermindert. Ook werd er een gunstig effect gezien op de mortaliteit. Zelfs voor behandeling met insuline is dit niet formeel aangetoond. Nieuwe middelen zullen alleen in de richtlijn opgenomen worden als er ook gunstige effecten op diabetescomplicaties aangetoond zijn. Daarom worden enorm grote studies gedaan. Er is echter nog geen middel dat metformine van de eerste plaats in het behandelstappenplan heeft verdreven. Vooral omdat de kosten van deze nieuwe middelen vele malen hoger zijn dan van het zeer goedkope metformine. Hoe werkt metformine? Dat is lange tijd een million dollar question geweest. Hoewel het effectief was in zowel verlagen van HbA1c als verminderen van diabetische complicaties, was het werkingsmechanisme tot recent onbekend. Regelmatig verscheen een artikel in een vooraanstaand tijdschrift dat het mechanisme nu echt vastgesteld was, waarop er vaak een antwoord verscheen van andere wetenschappers die deze theorie weerlegden. In 2014 verscheen een artikel in Nature waarin een mechanisme werd beschreven dat nu wel al geheel geaccepteerd is. Vooral omdat het de bekende bijwerking lactaatacidose ook kan verklaren. Het New England Journal of Medicine wijdde er zelfs een kort artikel aan om de bevindingen in Nature versimpeld uit te leggen aan een breder publiek. De mooie figuur die ze daarvoor gebruikten zie je hier. Het idee is dat metformine de gluconeogenese onderdrukt door het enzym glycerofosfaatdehydrogenase of MGPD in de mitochondriën te remmen. Hierdoor vertraagt de DHAP glycerofosfaatshuttle, waardoor uiteindelijk de lactaat-pyruvaatverhouding toeneemt. Hierdoor neemt de gluconeogenese en uiteindelijk secretie van glucose door de hepatocyten af. Aangezien het jaren heeft geduurd voordat dit bekend was, hoef jij dit natuurlijk nu niet in detail uit je hoofd te leren. Maar het is wel een mooi voorbeeld hoe de biochemielessen terugkomen in de werking van geneesmiddelen. Metformine staat ook bekend om de verhoging van perifere insulinegevoeligheid. Hoe dat precies werkt, is nog steeds niet bekend. Metformine is een erg veilig middel om te gebruiken. De belangrijkste bijwerkingen zijn maag-darmklachten, vooral diarree. Na langdurig gebruik kan dan voor vermindering van absorptie van vitamine B12 een milde vitamine B12-deficiëntie ontstaan. Daarnaast is er dus een risico op lactaatacidose, een gevaarlijke, maar gelukkig zeer zeldzame bijwerking. Dat risico is vooral aanwezig als er sprake is van ondervulde circulatie of ernstige nierinsufficiëntie. Omdat er geen insulineproductie wordt gestimuleerd, is er bij metformine monotherapie geen sprake van gewichtstoename of hypogevaar, zoals bij sulfonylurea-derivaten of insuline. Samenvattend, metformine is een effectief antidiabetesmiddel dat zeer veilig te gebruiken is. Het werkingsmechanisme werd pas opgehelderd nadat het middel al meer dan 50 jaar in gebruik was. De belangrijkste bijwerkingen zijn maag-darmklachten en vitamine B12-deficiëntie. De gevaarlijkste bijwerking is lactaatacidose, vooral bij ernstige nierinsufficiëntie, maar is gelukkig zeer zeldzaam.